Wanneer kun je als sporter beter niet naar je coach luisteren? Dit is de Universiteit van Nederland. Goed, ik ben vandaag uw golfcoach. We gaan het putten oefenen. En ik zoek allemaal een vrijwilliger. Liefst een rechtshandiger die nog niet eerder het putten heeft betracht. Wie van jullie wil dit eens proberen? Niet allemaal tegelijk. Jij. Kijk, je hebt het nou wel een keer gedaan. Dus... Oh, je hebt het wel eens gedaan. Jij. Kom op, zo erg is het niet. Kijk, hoe moeilijk kan het zijn? Hier. Laat hier staan. We gaan het 4 keer proberen. 2 keer met het witte balletje en 2 keer met het gouden balletje. Ja? En ik ga jou instructies geven. En in dit geval moet je in ieder geval wel naar de coach luisteren. Ja? Ga met je voeten naast elkaar staan. Rechterhand onder. En concentreer je op je ellebogen en je schouders. Dat de beweging goed uit je schouders komt. En zorg dat je je polsen stijf hebt. Ja? Sla maar. Oké. Nog een keer. Ja? Moet wel mijn instructies opvolgen, hoor. Hè? Goed strak, die polsen. Voeten meer tegen elkaar. En zo, up, uit de schouder. Oké. Goed. Misschien helpt het als we naar de gouden bal overgaan. Ja? Goed. Concentreer je op de hole, hè? En zorg ook dat de bal de goede richting heeft en de goede snelheid. Ja. Zo. Nou, kan een toevalstreffer zijn, hè? Maar nog een keer proberen. Echt concentreer volledig op de hole. En geef de bal de goede snelheid en richting mee. Ja, nou, die afwijking die blijft nog even. Maar goed, als je doorgaat met oefenen, dan kom je er vast. Dankjewel. Goed, jullie merken het natuurlijk al een beetje. Ik heb 2 soorten instructies gegeven. Type 1, waarbij het vooral om de eigen beweging ging. En type 2, waarbij het veel meer ging over het effect van de beweging in de omgeving. Welke van die type instructies is het type 1 die het beste werkt of type 2? Type 1, wie stemt er voor type 1? Hand omhoog. Niemand? Dat kan bijna niet, hè? Want het zijn de meest gegeven instructies. Ah, type 2. Nou, dan hoef ik jullie niks meer te vertellen. Maar goed, er is toch nog wel het een en ander over te vertellen. De eerste type instructies die worden interne focus van aandacht instructies genoemd. Omdat ze de aandacht intern richten op de beweging zelf. De tweede type instructies worden externe focus van aandacht instructies genoemd. Omdat ze de aandacht richten op het effect van de beweging in de omgeving. Als je kijkt naar een aantal anekdotes, er is een interessant interview met Lafeber, een van de betere golfers van Nederland. En daarin zegt hij, en als iemand dan tegen mij begint over posities, van je moet je club zus houden of zo, of je schouder hoog of laag, dan is het haast of die persoon Chinees tegen mij spreekt. Ik wil weten hoe het voelt, ik wil weten hoe de beweging ervaart. Of ik las ook een interview met Janine Jansen, waarin ze zei, ik moet er niet aan denken om vioollerares te worden. Ik kan me iets meer voorstellen, maar goed. Haar reden was, ik heb geen idee hoe ik die bewegingen precies allemaal maak. Dus ik kan ze ook niet vergieten in de taal die ik dan kan communiceren aan mijn leerlingen. Hè, dus topmensen die vanuit dat bewegingsgevoel die bewegingen organiseren. Als je nou gaat kijken naar studies waarin die 2 type instructies op een nette manier methodologisch tegenover elkaar gezet zijn. En je gaat kijken wat het effect is van die instructies op zowel
de kwaliteit van de bewegingsuitvoering in relatie tot de prestatie, dus gewoon hier in het nu, en op het leren van die vaardigheid, dan zie je steeds weer dat die externe focusinstructies tot betere prestaties en betere leereffecten leiden dan die interne focusinstructies. Er zijn wel honderden studies die dat aantonen. Het is zelfs zo, in sommige studies, dat het beter is om helemaal niks te zeggen dan om zo'n interne focus van aandacht instructie te geven. Maar het is wel opmerkelijk dat als we gaan kijken in wat er in de sport gebeurt, en het is gedaan bij het honkbal en bij het atletiek, dan zien we dat de meerderheid van de instructies die gegeven worden interne focus van aandacht instructies zijn. Dus als we alles opnemen wat er gezegd wordt door die coaches, dan heeft 2/3 dat kenmerk. Terwijl jullie er allemaal van overtuigd waren dat je daar toch minder aan hebt. Dat is dan best opmerkelijk. Kennelijk is er een discrepantie tussen wat er in die praktijk gebeurt en jullie inzichten en de inzichten uit de wetenschap. In het honkbal is dat nu ook aan de orde. Daar hebben we ook een dergelijke analyse gemaakt. Niet alleen zeggen coaches dat ook in meerderheid. Als je aan honkballers gaat vragen aan welke instructies hebben ze het meeste, nou, zij luisteren heel braaf naar hun coach. Dus ze zeggen ook die instructies die ze van hun coach gehoord hebben. Of ze daar echt het meest van geleerd hebben, dat valt natuurlijk nog te bezien. Hier is een voorbeeld van het honkbal. Het gaat om het pitchen. Je ziet daar in blauw 2 mogelijke dingen waar je via een instructie de aandacht op kunt richten. De mate waarin de elleboog gebogen is. Of de positionering van de voet die de uitstap maakt. En je ziet daar in oker, geloof ik dat het is, waar je de aandacht extern op zou kunnen richten. Mik de bal nu in de handschoen van de catcher. Of zet af tegen de heuvel. Dat zijn manieren om meer externe focus van aandacht instructies te geven. Dus waar we nu mee bezig zijn, ook met de Honkbalbond, is kijken hoe we kunnen spelen met die instructies en wat er gebeurt als we die meer extern gaan maken. Hoe zou je dat kunnen doen, instructies meer extern maken? Nou, door die omgeving er meer in te betrekken. Er zijn allerlei voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld in het zwemmen. Als we op het einde van de beweging willen dat de duim naar buiten gedraaid wordt, dan kunnen we dat zeggen, je moet de duim naar buiten draaien. Maar het valt op dat dat voor veel zwemmers al een minder realiteitsgehalte heeft dan wanneer je zegt, op het einde van de slag wijzen we met de duim naar de badrand. En dan heb je een externe referent ingevoerd en dat is eigenlijk een veel duidelijker iets. Waarom? Ons brein denkt meer in handelingen dan in bewegingen. Dat is waarom die effecten zo belangrijk zijn. Als je die handeling erbij geeft, ja, dan is het duidelijk waar het om gaat. Een voorbeeld uit de fysiotherapie. Mensen die bijvoorbeeld stabiel moeten leren staan. Je kunt zeggen, zorg nou dat je de spanning in je enkelspieren gelijkelijk verdeelt over de 2 benen. Of zorg dat je een gelijke druk uitoefent op je voetzolen. Maar je kunt ook zeggen, pak nu een gordijn vast en zorg ervoor dat dat gordijn stil hangt terwijl jij daar staat. Een heel andere benadering waar je misschien wel soortgelijke effecten mee kunt realiseren als het om de organisatie van de beweging gaat. Ik heb al verteld over mijn sporten op de middelbare school, maar ik doe ook aan squash. En zo'n studentensquasher die weinig van techniek geleerd heeft, maar anderszins wel uiterst enthousiast is op de sportbaan. Ik heb wel toen nog een aantal lessen genomen en dan ging het met name over de backhand. En die backhand, zoals jullie misschien weten, die moet van hoog naar beneden vallen. En dan, omdat je maar weinig ruimte hebt met die muurtjes, moet je dan een soort chip maken waarin je die bal wegspeelt. Dat lukte mij helemaal niet goed. Totdat er iemand uit de top van het squashwezen langskwam, een Dan Knijp uit Australië. En die zei van, zorg nou dat als je die bal gaat slaan daar in de hoek, dat je met de punt van je elleboog naar die bal blijft wijzen. En dat werkte voor mij ontzettend goed. Want opeens was het reëel,
een instructie waar in ieder geval mijn hoofd mee uit de voeten komt. Een andere mogelijkheid is een beeldspraak. Je kunt zeggen, ja, een beeldspraak dat gaat dan toch eigenlijk over de beweging. Maar het aardige van een beeldspraak is dat je daarmee eigenlijk heel veel dingen kunt zeggen zonder dat je die echt hebt gezegd. Als ik bijvoorbeeld een backhand topspin wil slaan, dan kan een instructie zijn, speel die bal nu alsof je een frisbee weggooit. Dat is een beeldspraak. Moet je wel weten wat een frisbee is, maar goed, dat weten de meeste mensen wel. En dat houdt van alles in. Dat houdt in een snelle beweging vanuit de pols, van hoog naar laag, op tempo gespeeld. Dus zo'n beeldspraak is eigenlijk een compact beeld. Het is meer een beeld dan een spraak, zou je kunnen zeggen. Waarin heel veel dingen uit volgen. Je kunt het ook bij de voorhand doen. Beweeg je een beetje langs de schuine zijde van de driehoek. Dat is een andere bekende beeldspraak waarmee je die topspin, backhand en voorhand kunt aanleren. Dat is ook gedaan in onderzoek. Daar horen wat data bij, die zien jullie hier. Ik zal er niet heel lang op ingaan, maar twee groepen worden vergeleken. Eén met deze beeldspraakinstructie van de schuine zijde. En de andere met gedetailleerde bewegingsinstructies over van alles en nog wat over die slag. Pols, elleboog, schouder en wat dies meer zijn. Beide ontwikkelen even goed, maar het grappige is nu, als je mentale stressor introduceert, dus je voert mentale druk in, dan is die groep die met die beeldspraak geleerd heeft, die wordt daar minder door getroffen dan die groep die allerlei regeltjes over die bewegingsuitvoering heeft gekregen. En dat zou kunnen zijn omdat als je al die regeltjes hebt gekregen en je komt onder mentale druk, dat je eigenlijk toch weer van een ander sturingsschema gebruik gaat maken. En dat is niet bij die beeldspraak. Dus het loont om dat meer impliciet te doen. Dat speelt ook een rol bij de visuele perceptietraining. Ik heb hier een filmpje van collega Savelsberg. Die traint het visuele anticipatievermogen van keepers. En je hebt penalty killers, die kunnen goed zien waar die bal gaat komen. Maar je hebt andere keepers die dat helemaal niet hebben. Die duiken maar wat in de ene of de andere hoek, vaak zonder succes. En hij deed het als volgt. Hij gaf eigenlijk aan waar men op moest letten. Zonder dat, dat is dat gele gebiedje, wat je over de speler heen zag lopen. Misschien kan die nog een keer getoond worden, dat weet ik niet. Het publiek heeft het vast gemist. Maar hier gaat zo dat gebiedje en de keeper heeft dus de opdracht daarop te letten. Terwijl je ook had kunnen zeggen, ja, let op de schouders, let op het bekken, let op al die dingen. En dat is veel minder effectief dan zo'n globale instructie. Ik wil ook nog iets zeggen over instructies en feedback. Het zijn begrippen die heel dicht bij elkaar liggen. Want een instructie kan teruggrijpen op een eerdere uitvoering. Bijvoorbeeld, nou, de vorige keer was je toch net even te laat, zorg dat je eerder instapt. En feedback kan weer teruggrijpen op een eerdere instructie. Ik zei net, toch, stap op tijd in en dan doe je het weer niet. Feedback en instructie bevatten allebei informatie. En die informatie die kan motiverend en demotiverend zijn. En wat we weten over leerprocessen is dat positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, dat wil zeggen een betere poging dan de voorgaande, veel beter werkt dan het bestraffen van ongewenste gedrag. Dat wil zeggen een mindere poging dan de voorgaande. Toch als je gaat kijken wanneer men feedback geeft, is het in heel veel gevallen wanneer er iets misging. Het is interessante literatuur die er nu is, waarin proefpersonen de gelegenheid krijgen om zelf te bepalen wanneer ze feedback krijgen. Daar blijkt bijvoorbeeld uit dat ze vaker feedback vragen naar een succesvolle poging dan naar een niet succesvolle poging. Ze willen weten, heb ik het goed gedaan en moet ik op deze weg doorgaan? Dat het niet goed ging, dat weten ze wel. Dus daar zit ook echt iets belangrijks. Trouwens bleek überhaupt dat leerprocessen heel veel beter gaan als men zelf in charge is van het leerproces. Het is niet die coach die aan het leren is, het is die lerende die aan het leren is. En als je hem of haar de meester maakt van zijn eigen leerproces, dan gaat het beter dan wanneer de coach of de trainer de meester is van dat leerproces. En het volgende college, dat gaat over de vraag hoe we nu die leerprocessen moeten inrichten als het gaat om variatie. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk in een rechte lijn zien af te stevenen op een gewenste uitvoering. Aan de andere kant kunnen we juist veel variatie aanbrengen om te kijken hoe het dan gaat. Twee heel verschillende modellen van leren.